Nog 100 meter. De start is gevallen en hij probeert het Langeweg Senior met Eye of the Tiger. Hij rijdt hard weg en ook dat blijkt hij te kunnen. En dan wordt de koers misschien wel niet meer spannend. Eye of the Tiger snelt naar de leiding, pakt een halve lengte voorsprong op aan de buitenzijde El Pasarenka. Daarachter volgt aan de binnenzijde Canizares Boco. En achter Canizares Boco is het Dave Dream. Nu krijgt Dream of Renka een parcours waar Dream of Renka niet op zit te wachten. En dus gaat Engwerda dood of de beker naar voren. En gaat proberen of hij vooraan misschien de kop wel over mag nemen van Eye of the Tiger. Dan heb je wel een goede gangmaker, maar Senior zal dat toch liever niet meer willen, denk ik. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar komt hij aan de buitenkant. Dream of Renka. Hij heeft weliswaar niet El Pasarenka om af te lossen, maar Langeweg Senior kiest toch eieren voor zijn geld. Een opening in een waanzinnige tijd. En dan kan je niet nog een keer een tempobeul als Dream of Renka op gaan pakken. En dus gaat Engwerda er eens even lekker voor zitten. Pak maar gelijk 2,5 lengte voorsprong. Langeweg Senior denkt, loop maar even. Tweede plaats voor Eye of the Tiger. Daarachter volgt dan El Pasarenka. En de vierde plaats aan de binnenzijde is voor Canizares Boca. Het is moeilijk om dit hoge tempo van Dream of Renka te volgen voor enkele paarden in het achterveld. Waaronder ook Eagle Transair. Die krijgt helemaal geen lekkere koers met Robin Bakker aan de buitenkant. En achter Eagle Transair zijn er nog twee paarden in aansluitende vorm. Early Ricardo en aan de buitenzijde Barreltje. Maar ja, dat zijn wel paarden die toch met het hoge tempo in de beginfase, in de eindfase, nog wel eens erbij zouden kunnen komen. We gaan de laatste ronde in. En Langeweg Senior heeft een heerlijke gangmaker gevonden in paard nummer 5, Dream of Renka. Dream of Renka houdt het tempo hoog. Eye of the Tiger op de tweede plaats, heeft toch echt nog een paar lengten toe te rijden. En dat gaat hij zo dadelijk proberen. El Pasarenka heeft de ondankbare taak om dit tweetal te volgen aan kop van het peloton. En op de vierde plaats loopt Canizares Boco op dit moment nog aardig sterk mee in deze Nijvik.com trofee. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En gaat hij weer eens ouderwets stunten, Dream of Renka. Op zijn dag kan hij alles. En altijd werd er al gezegd, het is zo'n fantastisch paard, maar hij mist nog een beetje de kracht. Nou, als hij het vandaag uitzinkt, dan zit het met kracht wel goed. Hij heeft de Tiger op de tweede plaats en de derde plaats erachter is voor El Pasarenka, die ongelooflijk knap meegaat tegen deze goede paarden. Daar komt ook Canizares Boco en Eye of the Tiger heeft een moeilijk moment in die bocht, maar misschien als Langeweg hem zo dadelijk recht heeft dat hij nog wel wat kan gaan doen. Canizares Boco had wat moeite in die bocht, die kwam net hard naar voren, maar komt daar helemaal buitenom. De koploper staat ook stil. Wat een geweldige koers is dit. Zullen de laatste de eerste zijn in deze Nijvik.com trofee? Het heeft er alle schijn van. Daar komt Early Ricardo aan de buitenkant erop en erover Barreltje, de grote pechvogel. Loopt op een muur van paarden. Canizares Boco loopt mee. En helemaal aan de buitenzijde ook Eagle Transair. Het is hier heel gemakkelijk John de Leeuw met Early Ricardo. Tweede Canizares Boco. Die hadden we niet voorzien. Derde is de 7. En dat is Eagle Transair. Nou ja, dat lukt dan nog wel. Dat bankpaard 1, 2, 3. Maar hier kon een verrassing vallen, Ferdinand. En de verrassing valt er. Ze stonden helemaal stil daar vooraan. En John de Leeuw weet wel hoe je zo'n koers indeelt.